Ieder jaar presenteert Samsung een nieuwe spullen. En ja, wat heb ik gekocht? En gisteren in mijn video zei ik dat ik iets van Samsung zou kopen. Iets nieuws. Iets wat ik heel graag wil hebben. En ik had neergezet bij Samsung Galaxy A72. Samsung Galaxy Buds Live. Ik bedoel Pro bedoel ik. Of de Samsung Galaxy Watch. Of de Samsung Tab S7 Plus en ik heb gekozen voor Boom en nu zullen jullie afvragen van oké okay, welke zijn het dat ga ik je nog niet verklappen maar ik kan wel zeggen dat bij deze het geluid tien keer beter is serieus die is beter dan de plus beter dan de plus Verbeterd met, uh, ook, hij is ook verbeterd met de batterij. Die kan wel drie dagen meegaan. Ik heb ook van heel veel andere YouTubers gehoord. Dus Engelse YouTubers heel veel. veel en Amerikaanse YouTubers. Dat wel al vier uur, zelfs al vier dagen mee kan. Dus vier dagen. En ze zijn wel dicht. En welke zijn het dan? Tadaa! De Samsung Galaxy Buds Pro. Ja, waarom heb ik voor de Pro gekozen? En waarom heb ik... Nu zullen jullie we wel denken, is iets mis met de Samsung Galaxy Buds Plus? Nee. Is iets mis met de gewone Buds? Nee. Maar ik vind het fijn om ooit dat, om nieuwe oortjes te hebben, waar ik goede verhalen over heb gehoord. Zoals deze, dit was mijn eerste. Zes uur lang batterij, je kunt ermee bellen. En hij heeft een hele goede batterij, staat er ook op. En je kunt hem ook radars opladen en het zit goed in je oren. Dus toen aangegeven, dit zijn toen de specificaties. Dat is van 2019. En dan gaan we naar van dit jaar. Heeft hij nieuwe dingen. 11 uur lang kan hij mee staan. Dus de batterij kan 11 uur lang mee. Dat is een vlucht van uit Amsterdam naar Los Angeles. het geluid is verbeterd. Je kunt ermee bellen en hij heeft nog iets. Dit waren van vorig jaar, van 2020. En die lettertjes voelen altijd van aan. En nu heb ik de Pro. En ja, jullie zullen we denken: waarom? Waren de Plus niet goed? Die waren wel goed. Ik heb verschillende soorten, soms Galaxy Buds Plus'en gehad. Want die. Eerst ging de eerste kapot toen ik heb gekregen. Toen de zoveelste, toen de zoveelste. En ik wou op een gegeven moment iets nieuws hebben. Dus ik heb mijn moeder weten overtuigen om nieuwe te kopen. En dit is ook ja, de laatste keer dat ik dit jaar dat ik weer een Samsung product heb gekocht. Volgend jaar maak ik misschien een nieuw Samsung product. Misschien volgend jaar een nieuw telefoon of misschien een nieuw tablet. Oh wacht, mijn tablet kan ik wel misschien... Ga ik drie jaar mee doen. Deze telefoon twee jaar. Dus dit jaar heb ik hem een jaar. Bijna een jaar. En dan doe ik hem nog een jaar mee. Dan vervang ik hem wel weer. Mijn lansje misschien ook twee jaar wil ik hem gebruiken en dan misschien hoef twee jaar ook weer weg. En ja, wat is zo bijzonder aan deze Samsung Galaxy Buds Pro? Ze zijn gewoon waterdicht, hele goede stereo geluid en ook goede omgevingsgeluid. De Touch ID knop trouwens, het zit een knop op om je muziek te bedienen en te, te demmen of wat dan ook. Reageert ook veel sneller, dat is me ook opgevallen. En hier staat dat de batterij tussen 5 en 8 uur lang mee moet gaan. Dus dat is maximaal 3 dagen dus. Maar ik heb ook gehoord van heel veel mensen van dat, het, dat het wel langer mee kan dan 3 dan dagen. Van 4 dagen zelfs. En ze zijn waterdicht. En als je de doos open doet. Nou kom op doos, dat hebben we niet gezegd. En wat krijg je meestal van een keer als je het krijgt? Krijg je zo'n heel saai boekje. Dus echt zo'n boekje dat je zegt van. Dat weet ik al. Oh, hier staat trouwens hoe je hem erin moet doen. Zet op de achterkant volgens mij helemaal niet op de verpakking. Nee, dus. Dus dat is wel handig. Een boekje. Niemand leest er nooit naar. En dan krijg je dit ding erbij. Je zou denken, wat zit hierin? Als je hem openmaakt, zit standaard wat spullen in en opladen. Het is gewoon USB-C en je kunt hem ook draadloos opladen. Want dat vind ik veel fijn. Want dat vind ik lekker fijn, want je, je dus je oortjes kunnen op, draadloos kunnen opladen in plaats van met gewone draad. Of dat, of dat je helemaal niet draadloos kan opladen. En dat kwamen de Samsung Galaxy Buds, de Buds Plus, de Buds Live en de gewone. Het is weer typisch om USB-C opladen, kun je zien. En hier zitten dan. Hé, hey, dit is wel een heel klein doosje, deze heb ik nog niet gezien. Ik dacht alleen dat er oplader erin zat. Maar wat is hier dan? Oh, waarschijnlijk die siliconen oordopjes. voor andere maten. Ja, dus. Dit is de grootste maat. En de kleinste maat. Hè. Maar ik snap één ding niet. Waarom hebben ze woord dat die. Waarom hebben ze die siliconen oordoppen? Waarom hebben ze woord dat er geen. Wordt dat. Zo'n raar stengeltje aangedaan? Kijk. Hè. He? Of hebben die buds dat. Dat weet je niet meer lekker oordop... Elke siliconen oordelpunt kan doen, en ja, nu gaan we ook naar even naar de unboxing van de Buds Pro zelf. Meestal verschijnt er automatisch een pop-up, dat zou mensen wel kennen van de Apple AirPods en de Apple AirPods Pro. En ik ga direct voor dat ook morgen een video maken over deze. Dingen hoe je bepaalde dingen moet bedienen. Dus morgen komt daar een video van. En ja, ik vind ze grappig gemaakt. Mensen denken dat ze groot zijn op, als je ze ziet in de winkel. Maar als je hem zelf ook in handen hebt, dan zie je echt het verschil wel. Moet je eens kijken. Ik vind het hele fijne dingen trouwens. Samsung. Jullie hebben het echt fucking gedaan. Serieus. En ik ben er ook super blij mee. En ja. Wat is nou. Wat is nou de beste oordoppen. Als jullie denken. Zeggen jullie nou van. Oh, Joey de Jabra's elite. Die zijn het fijnste. De JBL oortjes. Of iets van Bosems. Of Motorola. Laat me gerust weten. En laat me gerust weten wat jij voor koptelefoon of Bluetooth-oortjes hebt. En oortjes met draad, dus met die gewone oortjes met die, om de headphone-jack te doen, die tellen niet mee. Laat me dat even weten op de comments of onder mijn Insta. Want ik heb ook een foto geplaatst van dat ik ze heb gekocht. Dus dat je ze bij mij thuis in de woonkamer ziet verschijnen reageer anders daar ook even onder welke je hebt. En dan ga ik eens opzoeken en dan ga ik thuis me in verdiepen. Nou ja, jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren en ik ga genieten van hele goede muziek en hele fijne dingen. En morgen de uitlegvideo hoe je ze moet bedienen en wat het verschil is. Dan zeg ik één ding, laters.